We hebben vandaag op bezoek Meredith Dombach. En ja, Meredith heeft een onderzoek gedaan. Het heeft allemaal te maken met haar afstudeerscriptie, haar afstudeerproject. Welkom, mevrouw Dombach. Dank u wel. In Mantintaki. En het heeft allemaal te maken met het reilen en zeilen van daklozen in ons land. Dat klopt. Zeer opmerkelijk onderwerp, want niet iedereen houdt zich daarmee bezig. Hè? Het is echt een vraagstuk waarbij je denkt van, ach, het is toch maar een verloren groep misschien. Dus waarom zouden we aandacht aan ze moeten besteden? Ja. En juist dat heeft u geprikkeld om. Dat heeft mij juist geprikkeld, omdat we vaker hoeven hebben van, ja, waarom zullen we dus aandacht besteden aan een kwetsbare groep die... Waar het nutteloos voor is. Mm-hmm. Maar het zijn onze medeburgers. Yeah. En we moeten dus kunnen nagaan, wat is de drijfveer dat ze zijn beland in die situatie. Want ook wij kunnen morgen, we weten niet hoe onze toekomst eruit ziet. Klopt. Wij kunnen morgen ook belanden in zo'n situatie. Klopt. En dat is voor mij de drijfveer om te weten, wat is de oorzaak daarvan? Mm-hmm. En waaraan kan er gewerkt worden om ze te helpen te geraken uit die situatie, een tweede kans te geven. Niet eenvoudig, het gaat om een sociaal-maatschappelijk vraagstuk dat niet makkelijk op te lossen is. Wat hebt u allemaal ontdekt in uw reis naar uw onderzoek? Ja, ik heb allemaal ontdekt wat u dus eerder aanhaalde over waarom zal men dus hierover schrijven. En dat is een van de eerste aspecten die belangrijk zijn voor hun. Zelfwaardering, waardering en respect. Mm-hmm. En de waardering van de samenleving is van invloed op hun zelfwaardering om te geraken uit die situatie. Mm-hmm. Als er de samenleving naar kijkt van, ja, je hebt er zelf voor gezorgd om in deze situatie te geraken. Waarom zal ik moeite maken om eruit te geraken? Maar het is niet altijd zo dat door eigen keuze ze beland zijn in de situatie. Mm-hmm. We zijn vaak geneigd te zeggen dat ze door drugsgebruik zijn beland in die situatie. Maar uit mijn onderzoek is gebleken dat er verschillende andere oorzaken ook een rol hebben gespeeld. Mm-hmm. En drugs niet de main oorzaak is, maar eigenlijk een verlengde is van andere oorzaken, zoals familiaire problemen, zoals de economische situatie, waarbij als je in een cycle of poverty bent opgegroeid, dat die elementen zijn die eigenlijk een trigger zijn om drugs te gaan gebruiken, want het kan dan voor een moment even voor zorgen dat je je dus goed voelt. Yeah. Dat je moed krijgt om de dag doorheen te gaan. Yeah. Dus wij zijn vaak geneigd te zeggen, door drugs zijn ze in die situatie geraakt, maar er zijn dieperliggende oorzaken die daar naartoe geleid hebben. Okay. Hoe is het in zijn algemeenheid gesteld met het beleid naar daklozen toe? Ja, er is een beleid vastgesteld, dus er is een samenwerking met de verschillende opvanginstellingen, samen met het ministerie van Volksgezondheid, Sociale Zaken en Volkshuisvesting, samen ook met de NAR. Zij zijn dus bezig met het drugsbeleid en bureau alcohol en drugs. En ja, andere actoren, zoals Psychiatrisch Centrum Suriname ook. En, maar als we dus zien in de praktijk, zien we dat dus op het praktisch vlak er meer een deel gefocust wordt op het geven van voeding. Het zorgen ervoor dat ze dus een bad kunnen nemen. Maar het verder proces, het verder traject om te kunnen reïntegreren terug, dat heel begeleidingsproces, waarbij ze dus een professional hebben, een specialist, die ze dus begeleidt om terug te komen als actieve burger, dat mist er nog. Dus er is al langer dan 20 jaar wordt er hulpverlening aangeboden, maar het is niet op een duurzaam vlak. Dus voor mij was het belangrijk, ik heb in mijn eerder onderzoek, mijn bacheloronderzoek, heb ik me ook gefocust op deze doelgroep. En ik heb gekeken naar verschillende optieken van de hulpverleners, van de daklozen oppervlakkig. Veelal van de hulpverleners en de ministeries die betrokken zijn hierbij. Maar dus in mijn masteronderzoek ben ik me specifiek gaan richten op dat van de daklozen die op straat blijven. Omdat als er al langer dan 20 jaar hulpverlening gegeven wordt en het toch niet lukt, moeten we kijken naar andere mogelijkheden om het toch te kunnen laten werken. Geweldig. Dus dat was mijn inspiratie om dus dieper liggend in te gaan op wat zij zelf, de doelgroep die het zelf ervaart, dat zij dus dat kunnen belichten. U hebt zelf met ze gepraat. Wat willen ze concreet? Zij willen dat ten eerste ze gewaardeerd worden, gerespecteerd worden als mens. Ten tweede dat de mogelijkheid geboden wordt om ze dus daadwerkelijk te kunnen reïntegreren, want dat willen de meeste van ze wel hebben. De meeste van ze willen wel geraken uit die situatie van dakloosheid. En ja, dat ze dus geholpen worden, dat er een begeleidingstraject is. En waarbij dus zo transitiewoningen worden opgezet. Het is heel belangrijk.
Daar worden ze dus begeleid en dan transitioneel dus weer in de samenleving terecht kunnen komen. Ze krijgen dus zo een dagplanning, leren dus omgaan met hun medemens. Omdat eigenlijk doordat ze zijn beland in de situatie van dakloosheid, zijn ze ontankerd van de samenleving. Mm-hmm. Dus ze moeten dus weer leren om deel uit te maken van de samenleving. En ja, dat heel traject en een heel belangrijk aspect is ook terugvalpreventie. Okay. Want sommigen geraken in die situatie, maar als ze terugkomen in de omgeving, de sociale omgeving, waar het eigenlijk begonnen is, dan geraken ze makkelijk weer terug in de oude cultuur van dakloosheid. Ja. Dus terugvalpreventie is ook heel belangrijk en dat hebben zij ook zelf aangegeven. Prima. Tot slot, wat gaat er gebeuren met uw onderzoek? Gaat het ergens belanden in een kast of zo? Nee. Okay. Ik ben heel blij dat de mogelijkheid er is door Mantin Taki onder andere. Dat er dus bekendheid gegeven wordt over dit onderwerp. Want het gaat niet om mij, het gaat om de doelgroep, de daklozen. Mm-hmm. Ik wil dat er duurzame hulpverlening, duurzaam reïntegratieproces opgesteld wordt voor hun. Dit is een kader waar dat is opgesteld. Er is een thesis dat is opgesteld om dus zo een kader te vormen. Maar ik vind het heel belangrijk om dus samen te gaan zitten met de verschillende actoren en werkelijk te kijken hoe we op niet alleen theoretisch vlak, maar dat we ook de vertaalslag naar het praktische kunnen maken. Zodat dat werkelijk een werkplan zo kan komen en in uitvoering kan komen. Er zijn voorbeelden van andere landen en we kunnen dus ook leren. We leren bij andere projecten leren we van andere landen en we halen andere deskundigen erbij. Hierbij zeg ik ook van kijk hoe het al aan toe gaat in een ander land en kijk hoe wij dus dat kunnen toepassen en versurinamiseren, zodat we onze doelgroep kunnen helpen. Geweldig. We weten niet hoe onze toekomst eruit ziet. Geweldig, Meredith Dompig, zo'n onderzoek en dat je het gedurfd hebt om het te doen en zorg ervoor dat het bij de beleidsmakers terechtkomt. We hebben straks in 2020 de verkiezingen. Zorg ervoor dat ze het allemaal in hun programma opnemen misschien. En heel veel succes verder toegewenst. Dank u wel. Dank u wel. En zo hadden wij een gesprek met Meredith Dompig. En ze heeft dus het probleem van daklozen in Suriname in haar afstudeeronderzoek opgenomen.